Vandaag maak ik bread and butter pudding. Dit is een heel erg lekker Engels broodtoetje. Ik gebruik ongesneden emmerbrood. Die ga ik zelf in gewenste dikte snijden. Je kan natuurlijk gewoon gesneden brood gebruiken of ander brood, net wat je lekker vindt. Ik snijd brood in plakken van ongeveer 1,5 centimeter. Bread and butter pudding is ook echt perfect om oud brood in te verwerken. Brood dat ongeveer 1 of 2 dagen oud is, werkt het beste. We gaan het brood besmeren met boter en marmelade. Wat ik eigenlijk wil is dat ik het brood straks in bijna oude vorm ga afbakken in de oven. Dus ben ik nu eigenlijk terug gaan plakken naar zoals die was. Ik heb de oven voorverwarmd op 180 graden. Dit gaat alvast een kwartier in de oven. Terwijl het brood in de oven staat, ga ik een heel erg simpel en lekker ei-slagroommengseltje maken. En dat gaat ervoor zorgen dat de bread and butter pudding straks lekker smeuig wordt. En daarvoor heb ik nodig 3 eieren, 250 ml slagroom en een handelspijs, ongeveer 150 gram. Ik ga dit grof verkruimelen, dat zorgt straks voor extra structuur, na smaak natuurlijk. Nou, zoiets ongeveer. Oké, het brood is uit de oven. Hij is lekker knapperig geworden. Dit gaat ongeveer voor 50 minuten de oven in. En na 20 minuten dek ik het af met wat aluminiumfolie, zodat de bovenkant niet te veel verbrandt. Doe dit zo een beetje luchtig, zodat er ook wat lucht kan ontsnappen. En dan kan hij weer de oven in. En zo maak je bread and butter pudding. Bedankt voor het kijken. Elke dinsdag vind je weer een nieuwe video van hashtag samenkoken met alle handen. Volgende week dinsdag laat Jasmijn zien hoe je stoofperenijs met kletsenkoppen maakt, dus vergeet niet te kijken.